Hey kijkers en leuk dat jullie kijken naar de Lama's. Mijn naam is Ruben en vandaag gaan we weer verder met The Order Walkthrough 1886. Ik weet niet waarom ik het theater al zegt. Maar we gaan gewoon verder. Op doorgaan klikken we natuurlijk. We zijn volgens mij bij aflevering 11. 11 inderdaad. En ik weet niet hoeveel hoofdstukken we hebben in totaal. Maar volgens mij wordt dit mijn langste walkthrough ooit. Igraine en Percival. En we zijn van het schip. Volgens mij waren we er wel vanaf of nog niet. Oh nee, we waren geëxplodeerd inderdaad. Daar waren we. We zijn nog op het schip, maar we zijn geëxplodeerd. En nou pakken we weer ons magische toverdrankje en dan gaan we. Dus je kan zien, ik heb weer geen greenscreen, want onze tape, zeg maar, de eerste tape die ik had, die was goed. Die bleef ook goed zitten. Alleen deze tape, die is eigenlijk niet zo heel goed, dus die valt er altijd af. Of best snel in ieder geval. Hoofdstuk 6, in het donkerste uur. We zijn pas bij hoofdstuk 6. Ik weet niet of als je 20 hoofdstukken hebt, dan gaan we het lang doen. 15 dag van oktober. Crystal Palace. Wow, hoe ziet dit eruit, joh? Zijn we neergestort of niet? Ja, we zijn neergestort, want daar zie ik iemand vliegen. Holy shit. Dat is dit, dat is het ziekenhuis volgens mij. Oké, we lopen maar. We hebben dus gewoon heel de crash overleefd. Dan. Ik hoor iets, ik weet niet of ik dat ben. Maar ja, we zullen wel zien. Oh, ik was gisteren, moet ik je trouwens ook vertellen. Ik woon... oh, wacht. Ik heb hier iemand gevonden. Ik woon vlakbij de grootste kermis van de Benelux. En ik was gisteren met Ferry, we hebben altijd zeg maar de Fifa challenge mee doen. Was ik in zo'n slingshot geweest. En dat ding is echt pittig gaaf. Alleen, ik keek allemaal van die filmpjes van tevoren van dat mensen oud gingen of zo. In zo'n slingshot of zo'n elastiek knapte. Zo hadden wij het in de rij erover. Wow, die vent heeft het niet overleefd. Jammer. Maar het was echt een vette attractie, want ik ben in zo'n booster ooit al geweest, achtbaan en allemaal, maar dit was echt gewoon het beste. Je wordt echt gelanceerd zo, dat is wel vet. Izzy! Igraine! Izzy. Ik snap niet, Izzy en ze heet Igraine, maar je noemt haar Izzy. Dat is echt raar. Nou, die is ook kapot. Houdoe. Tudum. Oh, we zien daar weer iets. Sebastian. Hey! Sebastiano! Leef jij nog? Zeg Sebastiano, leef jij nog? Leef jij nog? Nee. Die is dood. Ah, we lopen wel snel. Wow, doe rustig. Niet eens stort als ik eronder loop. Dan heb je zo'n val overleefd en dan stort alles in als je eronder loopt. Oh, wow. Lukan, Sagramore, Allian. We got contact with Percival and Galahad. Oh, ik ben er. Hallo, zeg het voor. Any able-bodied knight in the vicinity of the Crystal Palace to respond. It's me. Gray? Hey, we zijn er weer. Gray, respond. Where the hell are you? Neem dat ding dan ook gewoon mee, of niet dan? Sir Goddard is alive, find him. Druk, we blijven op kruisjes spammen. Nog sneller, spammen. Op dat ding spammen, we moeten nog meer toverdrank hebben. Even bij de druïden langs, kom. Hoppa! Zo, mijn vinger jongen. Oh ja, mijn vinger is trouwens gisteren ook in de slingshot. Je gaat zeg maar zo vaak over de kop en zo, dat je dat ding hou je echt, knijp je gewoon vast. En mijn vingers deden gewoon zeer van. En dan komt ineens aan, maar ben ik gewoon levend hoor. Vervloekt. Vervloekt. Ach ja. Ach ja. En dan zo'n einde hoofdsucces zou wel grappig zijn. Oh, hij kijkt niet heel blij die vent. Sir Galahad is not happy with the death of Percival. 17 dag van oktober. Dat is eentje daarna. Toch? Oh nee, de tweede daarna. Oké. Wat is die vent van plan? It's alright, Izzy. It's alright, it's alright. I'm good. I'll join you in time for the succession. Mes pensées sont avec vous, monsieur. Ja, daar kan ik geen zak van verstaan waar je nou zet. Mes pensées, monsieur. Het ene monsieur weet ik wat meneer is, maar dan voor de rest blijft het daar ook gewoon bij. Hey, we zijn weer bij die gast, of niet? Die, oh ja, die vent. My condolences. Sir Percival was a great man. Ja, iedereen is een groot man, hè? Iedereen is een groot man hier. I took the liberty of keeping these aside. I know it is not standard protocol. Wat is dit dan allemaal? Ik zie wel een dikke gun liggen, joh. Die is voor mij, die dikke gun. Oh, dat zijn de spullen van Sir Percival, denk ik dan. Ja. Ik vind de graphics nog steeds echt gewoon fucking vet. Echt. Blijf het mooi vinden. Moet natuurlijk weer bekijk het voorwerp. Ja, zie je al? Gebruik om het voorwerp te onderzoeken. Mooi. Heel mooi. Mooi knopje erop. Grayson. Is dat? Oh, dat is niet die broer van Izzy. Blame yourself for what happened. Let this cloud pass. Waarom heeft iedereen trouwens twee namen of zo? Igraine en Izzy. Galahad en Grayson. De Fransman. Zo noem ik hem gewoon. En de broer van Izzy of Igraine. Zoiets. I intend to find answers. Mallory's death will be avenged. Wraak. Ik denk dat hij bij de dark side gaat. Als het naar Star Wars was hij nou bij de dark side. Ik zag trouwens Star Wars Battlefront, die zag ook op zich wel leuk uit. Ik heb alle Star Wars gekeken. Ik had ze eerst op videoband gekeken. En nou hebben ze allemaal op Blu-ray, 3D, weet ik veel, zoiets. Maar wat ik dus niet snap is hoe zij zeg maar een kwaliteit van een videoband naar een Blu-ray of een 3D kunnen omzetten. Dat vind ik raar, want die filmt toch dan met een zeg maar een kutcamera. Als ik toch met zeg maar, ik heb nou een webcam. Wow, hoofdstuk 7 al. Oké, doen we die gewoon achteraan. Oh. Heel even snel. Dus ik heb nou een, zeg maar een 27p webcam, maar die kan ook niet eens 4K. Dus ja. De 17e dag van oktober. Dat is dezelfde dag. To all these things he bore witness, because he was blessed by this. The Grail. The Holy Grail. The black water that courses through our veins. The bond that unites this order. The elixir which heals all wounds and extends the life of natural men. Yet it cannot ensure immortality. What episode is the spill? Now, Sebastian Mallory, once Sir Percival is dead. Waarom heeft iedereen verschillende namen? Sebastian Mallory, Sir Percival, wow. Only on the occasion of the death of him who bears that honor and burden. Generation after generation, new knights have taken the names of their hallowed predecessors. We are assembled here today on just such a solemn occasion. Oh, die gaat naar die Fransman. Denk ik dan. Maar dan moet die Fransman wel eens een keer normaal gaan vechten in plaats van altijd daar te wachten. From blood of old. Al dat geloven jullie. Muziek vind ik trouwens wel op zich best vet. The Grail will give new life you, Marie, Joseph, Paul, Eve, Roque, Gilbert Dumautier, Marquis de Lafayette, swear to uphold the most noble precept. What the fuck heeft die vent zo'n lange naam? You pledge to give your life in service to our righteous cause. With all my heart and soul. Drink. May the Grail give you life beyond life. Nou, die andere vent, die dooien lekker aan ze te lebberen. Fijn. Als dat ding generatie na generatie helemaal beschimmeld zo. You are bound to our sacred order. A secret order. Ik zat wel te denken, want ik heb nou zeg maar de facecam aan de zijkant staan. Ik vind op zich daar wel mooi, want heel veel mensen noemen zeg maar recht boven. Dus zou ik hem op dit scherm moeten doen. Maar ik vind hem toch, heel chiller. Want ik kijk best wel vaak zeg maar gewoon even daar, want daar heb ik zeg maar mijn beeld staan. Dus dan kijk ik even of alles zeg maar nog fresh eruit ziet, weet je wel. Zo. En ik vind het wel leuk dat sommige mensen ook gewoon echt heel deze serie volgen. En daarom doe ik natuurlijk ook series, dat mensen echt kunnen volgen. En ik heb ook zeg maar series waar je niet echt hoeft te volgen, maar dit is natuurlijk een walkthrough, moet je natuurlijk volgen. En toch dat hij al redelijk oud is, wordt hij wel oké bekeken, vind ik. Natuurlijk is het niet zo'n Jaraski die je dan Batman Arkham Knight doet en dan gewoon 5000 per... 500 views per aflevering krijgt. Sebastian Mallory's body from the council chamber and take him to the crypt. Zo, er gaan gewoon 2 hoofdstukken overheen om alleen die gasten weg te brengen. This council is now called to order. Al officieel gedoe. Let the terrible tragedy which has befallen us serve as a warning to those who would defy the mandates of this office. The late Sebastian Mallory did not perish in the fight against the half-breeds. No. He died a victim of his own heedless enterprise and the negligence of those sworn to uphold the highest standards of duty and sacrifice. And to what purpose? Lord Chancellor, I must have... Public buildings destroyed. Nou, fijn. Die waren toch al niet... Nou, die gebouwen waren toch al niet in gebruik. Dat was toch maar het ziekenhuis. Dat was alleen maar goed, dan zetten die andere gasten terug. Ik hoorde trouwens gisteren ook een filmpje van mij ongeveer een half jaar geleden. Nou, mijn stem was helemaal zo. Dat vond ik zo grappig om dat terug te horen gewoon. Dus, ja. Ik ga trouwens wel kijken of ik gewoon misschien de tape een beetje kan fixen. Want ik vind met greenscreen vind ik het toch wel wat chiller dan zonder. Dan had je echt een heel blok zeg maar ervoor. En anders, ja, want omdat het zeg maar toch, hier zitten toch 2 balken. Dan kan ik beter dan, ja, mijn greenscreen zetten. With respect, Lord Chancellor. Sit down, Sir Galahad. With respect. I too have lost a friend. More than a friend. A brother. You do great wrong to sully his name in such a manner. You dance on the very edge of insubordination, Sir Knight. Insubordination. Yet if the same circumstances should present themselves, I would do exactly as I have done. As Mallory wished. Oh, nou krijgen we een fight. Even zo. Oeh. The rebels have ambushed Lord Hastings' carriage. He and his escort are trapped on the Westminster Bridge. Fight. All knights to arms. Protect Lord Hastings. Let's eliminate these godless rebels once and for all. Ja, daar gaan we weer, want na een kwartier alleen maar filmpjes en kijken. This matter is not yet over. Someone will yet answer for Sebastian Mallory's death. Of that you can be sure. Oeh. Ruzie. Krijgen we ons fijne wapen? And take defensive positions on the bridge. Op de brug. Hoofdstuk 8. We hebben gewoon 3 hoofdstukken. Galahad, op jouw bevel. Let's go. Let's go. Let's do this. Op zijn kwebbelkop. Moet ik alleen nog een oranje shirt dragen en dan let's do this! Het gebeurt heel veel op de 17e dag. We're not sure if anyone's alive. Lukan, Igraine, Percival, with me. Oh, dat was het paard van ik weet niet van wie het was. Oh, ik heb hier een dikke gun volgens mij. Een dikke stroomstootgun. Oh. Hastings may still be alive. We must reach. We must reach him, boy. Oh, heb ik dan? Een arc. Wat heb ik voor gun? Hoe werkt dat? Oh, wauw. Dan moet je opladen eerst. Oh, wat? Kut. Doe hem gewoon zo, inderdaad. Met een revolver, een M, dubbel de Pub Dragon. Oké, we lopen naar voren. Hoi. Oh, wow, dat is geen... Wow, dit ding is sterk. Holy shit. Argun. Oh, die zoekt ook automatisch naar vijanden, lijkt het wel. Ja, die zoekt automatisch naar vijanden. Oh. Zo! Zag je dat bloed eruit spuiten, joh? Gekhuis. Wow. Echt gekhuis. Hey. Is dit geladen? Ja, die is geladen. We moeten altijd eerst even gewoon alle wapens geladen hebben, toch? Oh, waar zijn jullie? Ik hoor jullie links. Wow. Oh. Even daarten. Die kan even daarten. Oh, nou zijn ze daar. Hey. Ik zag hier trouwens allemaal liggen volgens mij. Ja, zie je wel. Moet je nooit voorbij lopen, allemaal. Hallo. Ja, een dikke stroomstoot geven. Hoezo liggen er zoveel spul op een brug? Daar moet je naartoe ook met die. Oh, 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 oh. Ik kom eraan, jongens. Ik laat jullie nooit alleen. Oh, zit die vent er nog in? We moeten. Oh, we gaan weer kruisje drukken als een malle. Ah. Oh, die vent ligt eronder. We hebben hem. Everyone fall back to the palace. Wat gaan ze doen? Oeh. Hij wil revenge. This is no time for vengeance. Come to your senses. Grace, stop! Zijn er nog meer? Ik ga trouwens best snel eigenlijk. Ik kijk ook echt zo omhoog over de randjes. Wat is dit? Oh nee, ik hoef geen ander wapen. Nee, bedankt. Ik pas deze. Waarom doet hij nou niet? Hé! Hey, schiet gewoon eens, jongen. Oh, oh. Zo. Ik dacht dat er 4 waren. Inderdaad, waren er ook. Dan moet ik even dekking zoeken. Even cover. Ik moet cover. Even cover. Oeh. Zie daar een dikke pom. Boom. Ik weet niet of het zin had. Hé, hey, gast. Ik ga gewoon eens dood. Inderdaad. Die kant op? Nee, want daar kwamen, stonden ze gewoon random ineens. Ja. Ik moet volgens mij die kant op. Ligt er wel veel kogels allemaal. Niemand ammo van mij. Ja, allemaal van die shitwapens. Ik ga deze pakken. Die andere is toch bijna op. Kan ik hier niet door? Moet je eerst dachten of zo. Jongens, waar moet ik naartoe? Oh, hier. Zal wel, denk ik. Inderdaad. Ik zag het al. Oi, you two. I need one over here, the other on the right. Ja, maar denkt die vent nou echt dat als het zeg maar hier, als hij deze gast begilt, dan iedereen klaar is? Sentinel 3, I need air support. Krijgt hij niet. Acknowledge. Oké. Acknowledged. Doen we de volgende keer, anders wordt het echt te lang. Jongens, bedankt voor het kijken in deze aflevering. Ik vond veel filmpjes. Weinig actie, maar soms heb je dat wel eens. Ik vind het verhaal op zich best goed. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duim te geven. En dan zie ik jullie weer bij een volgende aflevering, jongens. Later.